weer bij 023 Voetbal. Deze keer met de zakdoekjes in de hand, want griep heeft ook mij te pakken genomen. Maar wees gerust, ik kan u niet aansteken. Ik kan u wel besmetten met heerlijke verhalen over het Haarlemse voetbal. En vanavond staat RCH daarin centraal. We hebben hier de voorzitter, die het al 4 jaar is en 8 jaar bestuurslid. Hij zit naast mij. En dat is natuurlijk een prachtige man, John Hegman. En we hebben een trainer, dezelfde vereniging op dit moment. En dat is Stefan Spruit. Wordt een leuk gesprek, kan niet anders. Dat hopen we wel, anders gaan we weg. Hè? Dan moet het goed komen, zeker weten. Josja had gelijk een vraag over Racing Club. Ja, waar komt RCH Racing Club Heemstede eigenlijk vandaan? Wat is de achtergrond? Je verrast me natuurlijk wel een beetje met die vraag, want ik ben geen historicus. Ik ben van nature een Haarlemmer. Maar het is een Racing Club Heemstede. Vroeger was het volgens mij Racing Club Haarlem. En dat is ergens middenjaar, wat zal het geweest zijn, 1930 of zo, 1940 is dat veranderd. Bij de verhuizing vanuit Haarlem naar Heemstede is het Racing Club Heemstede geworden. Het heeft niks met Zandvoort te maken, helemaal niks. Het is een prachtige naam, Racing Club. België heeft ook een Racing Club Molenbeek. Het is een beetje een soort... ik weet niet wat het is. Sommige clubs hebben die term, een racing club. Nou, zet er heel veel snelheid in. Zeker. Roemrucht verleden, Jos. Ja, zonder meer. Ja, ik denk dat het verleden moet je echt wel koesteren. Dat is, dus ik wil niet zeggen, waar ben je nou trots op? Iets waar ik zelf geen enkele bijdrage aan geleverd heb. Alhoewel, ik ben intussen ook wel een stukje geschiedenis. Maar we hebben natuurlijk een prachtig verleden met veel prijzen. Landskampioen, bekerwinnaar geweest, 2 keer. Als ik naar de finale van de KNVB ga, dan ga ik nog eens zien. Ja, dan loop ik daar langs, zie ik het gewoon staan. Dan staan ze allemaal zo staan. Ja, en ja, succes uit het verleden, geen geld voor de toekomst. Nee. Maar ik vind het altijd wel geweldig dat we het hebben. Ja, tuurlijk. En ik zie nog best wel wat pensionado's op de club. En daar zit. Er loopt er nog eentje rond en die weet echt alles ervan. Natuurlijk oud-voorzitter, hoe heet die, meneer Dinkelberg. Nou, dat is ook een wandelende databank. En die hebben dat gewoon allemaal meegemaakt. En ik word er echt als nieuwkomer, want ik zit er pas 30 jaar. Ja, word ik daar gewoon heel warm van. Ja. Dus jullie moeten ook warm geworden zijn toen de neus terugkwam. De Neeskens. Neeskens. Dus ja. Natuurlijk, ik heb nog gevoetbald met Neeskens. Ja, toen Ronald, een vriend van mij, Ronald Wijs en een vriend van hem, 50 werd, gaf hij een feestje bij RCA en deed hij ook mee. Ja, en dan wil je niet weten wat je ziet. Nee. Ja, dat heeft laatst ook, want hij was hier natuurlijk vorige week of zo. Was hier. Ja, en dan staat het ook in de publiciteit. Ja. En dat hij een wedstrijd meedeed tegen onderwijzers. En de onderwijzer die zag je gewoon door de lucht vliegen. Ja. Niet omdat hij er gemeen inging, maar het was gewoon zijn stijl. Ik probeer hem vorige week uit te nodigen. Hij had helaas andere dingen te doen. Hij is hier bijna nooit meer. Het was echt jaren geleden dat hij terug in Heemstede was. Hij zit natuurlijk veel in Zwitserland. Ja. En hij is voor de KNVB is hij natuurlijk heel erg actief. Ja, de hele wereld gaat hier over. Hij zet zich ook heel erg in voor het G-voetbal, hè? Ja, nee, het is een hele betrokken sociale man. Maar goed, dat heb ik ook... Dat zie je gewoon, als hij het veld in gaat... Dat die dan is het gewoon een voetbalmachine. Ja. En dat was, we kijken daar allemaal met veel plezier van terug. En dat hij dan bij RCA heeft gevoetbald. En dat het, zijn jeugdvriend toen is een van mijn beste vrienden, Ronald Weijers. En ik weet nog wel dat ik hij heeft met Ronald een keer meegedaan. Ik deed toen ook mee in het veteranenteam. Moesten we uit bij Loosdrecht. En Loosdrecht was best wel een goed team. Dat hele eerste was naar laag gaan voetballen en moesten wij tegen. We hebben met 10-2 verloren. Maar dat ging niet allemaal niet. Heel loos, ik wil niet zeggen heel loos, diep uit. Maar ze wilden allemaal even naar Johan Neeskens kijken. En waren er nog spelers op het veld na afloop? Sorry? Waren er nog spelers van de veld? Nee, want het is allemaal... Kijk, hij weet natuurlijk ook wel dat hij geen gekke dingen moet doen. Weet je, dus hij was toen ook 50 plus, 55 denk ik. En hij gaat natuurlijk geen gekke dingen doen. Nee. Maar in het duel blijft hij natuurlijk heel rustig. Maar voor de rest is het natuurlijk nog best wel fel. Hè, want dat is zijn basis. En ik heb toen, dus mijn sportieve hoogtepunt. Ik heb toen een pingel versierd. Die wedstrijd. Ja, natuurlijk wil ik toch even benoemen. Pingel versierd. En Johan Neeskens heeft die pingel vervolgens genomen. En die heeft gewonnen.
Die ging erin, maar niet door, niet door, ja, hij ging er zeker in, dat twijfel ik niet aan. Niet dat het aan de uitslag, want die hebben ruim verloren. Maar dat 10-2 was, ik denk dat het 5-2 was, want veel reuze mee. Maar hij schoot hem rustig in de hoek. Nou ja, dit is dan toch wel voor jezelf, als je zelf niet op al te hoog niveau hebt gespeeld, is dat toch wel een sportief hoogte. Ja, maar even terug naar je historie. Neeskens is historie en RCA heeft heel veel historie. En dat is gewoon leuk om te hebben. Ja. We komen zo terug op de club en de historie en de voorzitter en zijn 8 jaar bestuurslid. Ja. Stefan, jij bent de trainer. Ja, klopt. Hoe is dat? Ja, ik heb er met RCA natuurlijk ook een goede tijd mee gehad. Ik heb in de jaren, eind jaren 80 heb ik natuurlijk daar gespeeld ook als dienst dat trainer was. Dus ik ben dan ook kampioen van Nederland geworden met het team. Ja. En nou, dat is wel leuk om dan toch weer terug te komen. Ik ben verhuisd naar Lisse, ik heb daar gevoetbald. En ja, er is wel eerder gevraagd om mij bij RCA te gaan trainen, maar toen had ik een andere club. En ja, meestal ben ik altijd ja gezegd en dan blijf ik daar. Dus. En nu kwam het Zuid. Vorig jaar heb ik dan af en toe Richard Hogevorst, nou, die speelde natuurlijk ook in het team mee. En Karel de Keizer heb ik toen eigenlijk geassisteerd. Nou, Richard gaf aan dat hij ging stoppen aankomend seizoen of dit seizoen. En toen kwam Kees Koekenkoorn en John van, joh, wil jij het misschien overnemen? Ik zei, ja, prima. Dus, ik heb wel aangegeven dat ik met mijn gezondheid zat. Ik zeg van, ik ben niet meer helemaal dat ik alles voor kan doen. En ik zeg, maar ik wil het gewoon weer graag proberen om het gewoon weer te doen. En ja, eigenlijk heb ik het alweer naar mijn zin. De resultaten vallen wat tegen, worden wat meer van verwacht. Dus dat is het enige smetje wat erop is. Maar ja, de club zelf, ja, de kantine staat er nog. Het veld heeft nog steeds de sfeer. En ook de mensen van 30 jaar terug, ondanks dat we gedegradeerd zijn, een paar klassen. Zijn trouw gebleven, dat vind ik wel mooi van de club, dat die gewoon de trouwe mensen ook nog gewoon zijn. Dus de supporters in de glorietijd zijn ook gewoon de supporters in de mindere tijd gebleven. En dat heeft wel zijn charmes en dat is wel het echte wat aangeeft dat de RCA wel een club is. Nee, wat jammer is dat je in de regio gewoon je jeugdleden zo moet delen. Dus we hebben in de junioren wat minder jeugd op het moment. En de andere, en dat is wel een beetje de toekomst waar we natuurlijk heel zuinig op moeten zijn. En daar hebben we wel veel tijd in investeren. Ja, ik ben heel erg benieuwd hoe dat zit met de jeugdopleiding bij jullie. Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, we hebben een aantal goede trainers. We hebben ook een aantal jongens die gewoon uit het Sios vandaan komen. Want die toch ook een stage moeten al lopen. En ja, ook eerlijk gezegd, gewoon, het zijn natuurlijk wat goedkopere krachten, maar wel met know-how. Dus je kan er goed van. Voor de jongens is het goed en voor ons is het ook goed. Ja. En de jongensjeugd doet het heel erg goed. Alleen we hebben inderdaad, en ook de dance van de tijd gewoon. Die jongens gewoon steeds meer keuzes hebben. Dat zei ik ook van, ze kunnen op andere clubs of ze zijn al naar buitenland. Ze willen naar het buitenland. Ja. Dus dit jaar hebben we eigenlijk een beetje de pech dat we geen junior overgekregen hebben, 1 of 2. En de rest is eigenlijk een halfjaartje Australië, een halfjaartje van skileraar worden of ze gaan dat doen. En als vriendje niet komt, nou, dan kom ik ook maar niet. Het is dan een beetje ook wel onzekerheid wat er bij die jongens in speelt. En vroeger was het toch meer, je had voetbal en honkbal. Ik ben opgegroeid bij DSS, was de zomers was het honkbal en in de winter ging je voetballen. En dat deed je eigenlijk tot je 30ste. Of je moest iets beter zijn, een beetje gevraagd door een club. En anders als ik je daar gewoon tot je leven dat je gewoon de amateur wil. Maar nu is het gewoon anders. Die jongens hebben zoveel keuze. Ik zie het aan mij. En dat is wel jammer. En dan moet je zoveel energie insteken om ze te behouden. En dat is eigenlijk wel wat we gewoon willen gaan doen de komende jaren. Je zegt zelf dat je dit jaar nog trainer bent. Je noemt jezelf ook een passant als hoofdtrainer. Maar als ik in je cv kijk, je hebt bij ontzettend veel clubs gespeeld. Heemstede, Lisse, Warmond, De Zilk, Vijfhuizen. Voorhoud, 7-over nog een keer in Lisse. Wat houdt dat passant zijn voor jou? Nou, in principe ben ik trainer bij een club. En dan geef ik me gewoon aan dat ik daar gewoon in dienst van de club ben. En als passant, ik kan als trainer natuurlijk heel veel dingen doen. Ik kan zeggen, nou, jij hebt niet getraind, ik schop jou weg. Sanctioneer, dat soort dingen. En ik ga weg en de club zit dan zonder spelers. Ik moet wel gewoon in de geest van de club ben ik trainer. En daar ben ik passant. En ik ben wel, de club is leidend. Dat ik wel mijn eigen dingen kan doen is goed, maar het jammer is dat de laatste jaren heb ik gewoon bij Lisse gezeten, die stopte ermee. Want de meeste clubs hebben gewoon 3 jaar of langer gezeten. Ja, dat vind ik gewoon leuk. Het is mijn 17 jaar dat ik trainer ben. En ik heb dan 6 clubs gehad. Ja, het liefst wil ik gewoon bij een club 2-3 jaar zitten. En als ik daar mijn steentje bij kan dragen door wat te doen om het op te bouwen in de jeugd. Of andere doelstellingen te bereiken. Of wat zijn je mogelijkheden bij RCA? Ja? Daar kun je gewoon doorgaan? Nou, ik mag volgend jaar zeker nog blijven. We moeten gewoon volgend jaar weer zorgen dat we weer een goede selectie op de been krijgen. Dat is elk jaar in onze regio is dat gewoon heel moeilijk. Want je hebt 2 clubs, HBC en HFC, die al enorme bolwerken zijn. En heb je VVW, en het zit veel tegen Schalkwijk aan. Dus een aantal jongens zijn toch naar Dio gegaan. En wat ik ben er niet zo voorstander, dat ook bedoel ik met een passant. Andere trainers zijn bijvoorbeeld trainer geweest bij een RCA en die hebben heel veel spelers meegenomen naar een DSOV of andere dingen. Ik vind zelf dat je trainer bent, ben je in dienst.
dat je zegt van nou, ik heb er eentje meegenomen, neem hem mee. Maar ik vind niet als trainer zijnde, als je naar een andere club gaat, waar je dus eerst 2 à 3 jaar betaald bent door een club, om dan te zeggen van, ik roof even de betere weg. Nee, en zeker, jullie ook niet, hè? Jullie gaan niet naar andere jongens vragen of ze komen. Nou, we hebben toen wel, zijn er ook genoeg gedwongen om toch af en toe mensen te vragen, joh, wil je bij ons voetballen? Maar dat zal omdat je zelf in de klas zit, zit je op hetzelfde niveau, dus dan moet je eens een keer bij een Heemstede of bij een VEW of bij een HFC 4 bij de klus voor elkaar. Ik zeg van nou, heb je interesse om bij ons te voetballen? En het meeste is dan inderdaad vriend van een vriend van een vriend, dat je toch een beetje binding hebt. Dat is het belangrijkste. Je zegt HFC 4, wij hebben ieder jaar een toernooi bij jullie. En dan zijn we onze jongens die bij jullie zouden goed zouden passen. Ja, dat klopt. Dat is ook zo. We gaan niet over de namen hebben. Nee, maar ik heb ook jongens bij jullie die een vriend hebben in zo'n team. En zeggen joh, het is natuurlijk voor, het is wel, vind ik zelf, als je natuurlijk selectie speelt, is het wel, ben je wel verplicht dat je 2 keer moet trainen, zoveel mogelijk. Kijk, als je één keer traint, prima. En als je studie hebt, en als die jongens komen, ja, die spelen daar misschien gewoon in de vriendenteam. Dan zeg je, joh, dan gooi je 1 keer in de week gewoon een balletje op, ga lekker trainen en doe een bakkie. Helemaal prima. En dan ga lekker voetballen op een lekkere tijd op zondag. Niet om, dus dat is een beetje de keuze. En de jongens zijn ook verwend. Maar ik denk zelf, ik heb zelf ook gewoon tot mijn 36 hoog mogelijk willen voetballen, maar ik gewoon een liefhebber ben en ik wil gewoon het weerstand hebben. Maar dan natuurlijk ook jongens zeggen, joh, lekker balletje, nou, we verliezen met 4-2 ook goed als het maar gezellig is. Ook, dus dat is een beetje, daar moet ik tussen schipperen. Ja. En wat betalen jullie voorzitter? Aan wie? Aan de spelers. Aan Steven? Nee, aan de spelers. Wij betalen niet. Wij zorgen dat we gewoon een goede organisatie hebben. En ik durf te zeggen dat wij voor vierde klas eigenlijk een belachelijk goede organisatie hebben. Met trainer, assistent trainer, keepers trainer, materiaalman, elftal manager. Dus soms heb je meer mensen in de haast dan er is. En we proberen wel natuurlijk een budgetje voor de eerste te regelen. En zodat je wel wat kan doen. Ja. Dus dat betalen. We zijn in het verleden zeker niet roomser dan de pauzer geweest. Hè? Laat dat ook duidelijk zijn. Er zijn overigens heel weinig verenigingen roomser dan de pauzer, volgens mij. Maar voor de rest zoeken wij het gewoon in de organisatie. Die moet gewoon goed zijn. En die is altijd bij RCA goed. En dus dat is dat. En dat proberen we natuurlijk ook. En we proberen, wat jij vroeg net over de jeugd, in de 4 jaar dat ik voorzitter ben, en dus ook de 4 jaar dat Alfred Visser technisch jeugdcoördinator is, zijn we gegroeid in volume. Te weinig in mijn beleving hoor, maar goed, dat merk je gewoon de concurrentie die we hebben. Maar we zijn desondanks wel gegroeid. En wat ook belangrijk is, we zijn veel meer op niveau gaan spelen. Dus we zijn al die teams die spelen gewoon nu klassen hoger dan we begonnen. Ja. Ja. En dat vind ik met name een prestatie. Ja. En dan zie je nu bijvoorbeeld ook, wij zijn heel veel leden kwijtgeraakt aan HBC en HFC. En dat zal in de toekomst ook nog wel gebeuren. Ja. Maar je ziet nu dat er bijvoorbeeld leden van HBC weer terugkomen. Nee, omdat het bij ons net even ook soms wat kleinschaliger is. Hè? Ja, dus dan krijg je net even wat meer aandacht. De HFC en HBC zijn toch verhoudingsgewijs. En ik vind het geweldig, hè, wat ze gedaan hebben. Hè? Dus maar wij zijn net even wat kleinschaliger, kunnen net even die persoonlijke aandacht wat meer geven. En ik vind het echt wel een prestatie van ons jeugdteam. Want er is een hele jeugdcommissie bij, wordt heel hard gewerkt, dat we dat niveau omhoog hebben getild. Want ja, het was heel erg een beetje van. Nou, heel erg regionaal niveau. En nu spelen we gewoon hoofdklasniveau met die jeugdteams. En daar gaat het ook om. Een groot probleem bij ons is gewoon die aansluiting nu naar onze senioren-selectie. En dus het beleid is nu ook behouden wat we hebben. Als bestuur willen we ook continuïteit. Ik ben heel erg voor wat langdurige overeenkomsten met de sleutelfiguren binnen onze club. En de hoofdtrainer zegt natuurlijk altijd de passant. He, dat begrijp ik wel, maar wel een sleutelfiguur. Ja. En wij halen geen trainers binnen voor een jaar. Dus wij willen dan ook altijd meer die. Kijk, je sluit het af voor een jaar. Zo simpel zit het in deze tijd wel. Voor iedereen ook prettig. Ja. Maar we willen gewoon doorgaan. Dat was met Richard Hogevorst het geval. En met Steven Dito. En wat ik van belang vind, is. Het RCA-gevoel, kom er even bij. Je moet het, ja, ik vind het wel fijn dat we een hoofdtrainer hebben. En Steven nu ook, die heeft het wel meegemaakt.
De hoogtijdagen. Het is soms ook wel lastig, hè? Want hij is bloedfanatiek. Ja. Hij is bloedfanatiek. Ja, maar je hebt er ook geen slechte aan. Hij is in 2001 begonnen met kampioenschap in de hoofdklasse A. Hij had de periodetitel met Zevenhoven in 2005, periodetitel met Voorholte 2006, 2009 DSOV, periodetitel 2010, periodetitel en promotie met DSOV. Periodetitel met Van Nistelrooy in 12 en in 13, inclusief promotie. Ja. Dat is jouw trainer. Ja, dit avond is ook. Ik zag op zijn cv hoeveel hij gedaan heeft. Ik wist het niet, maar we hadden hem al binnengehaald natuurlijk. Maar dat is je dus. Nee, maar ik moet ook eerlijk zeggen, van, je moet ook gewoon een beetje geluk hebben met het materiaal wat we hebben. En dat is jammer, want we hebben eigenlijk wel een hele leuke selectie dit jaar. Wat eigenlijk een hele goede voorbereiding gehad heeft. Dan moet ik zeggen dat de andere clubs ook niet hebben zitten slapen, want HBC heeft gewoon een hele goede ploeg. En dat geldt ook voor NFC in Zwanenburg. En ja, dat is jammer dat je daar gewoon nu het even op verliest. En ja, dat is jammer dat de sleutelfiguur bij ons in het... Dat zie je bij andere clubs, zie je dat ook. Zie je zelfs bij Feyenoord zie je dat die wat minder zijn dan vorig jaar. En dat heeft mee te maken. En dat is niet anders. En dan verlies je in de eerste vier wedstrijden, terwijl je een hele goede voorbereiding gehad hebt. Maar dan moet je toevallig tegen de top 3. Ja, dan ben je natuurlijk heel zuur. In de laatste zes wedstrijden pakken we dan 13 punten staan in de tweede periode. Goed, dus ja, er is nog een goede kans om die tweede periode dan te pakken. Want bij de eerste vier komen is het heel moeilijk omdat het verschil te groot is. Maar ja, dat moet je die jongens ook voorhouden. Dat moet je ze ook motiveren. En dat probeer ik. En dat is het reden wat de voorzitter ook zegt. Ja, daar ben ik misschien af en toe eens iets te fanatiek mee. Want ik weet ook gewoon, als je door werklust kan je heel aan het komen. En ik ben zelf ook een leuke voetballer geweest. Maar het grote deel was toch van luisteren naar de trainer, luisteren naar mijn maten die wat ouder waren en ervaren waren. En daar kon je wat van leren. Alleen dat is nu ook, zie ik ook aan mijn kinderen, het is allemaal makkelijk van joh, waarom zou ik en dat soort dingen. Maar dat is jammer, dat is ook een beetje de taak die nu als trainer heb. Omdat het voetbal, de meeste jongens kunnen best wel een balletje trappen, maar het is meer het in de teamgeest krijgen en het individueel en de taak krijgen. Voel je taak ook uit, dat kan je gewoon. Dan gaan die dingen die je niet kan. En dat is gewoon heel moeilijk. En dat is eigenlijk de zwaarste taak en dan zie je af en toe weer dezelfde fouten maken. En dan de ene trainer zegt dan 3 keer, nou ja, het kan gebeuren. En ik ben het, bij de tweede keer ben ik het eigenlijk al een beetje van jeetje, mina aan het doen. En dat is voor de jongens af en toe ook wel eens moeilijk, want die zijn... Ja, ik kom misschien wel uit een echt arbeidsgezin. Ik ben ook vroeger met weerstand opgevoed. Ik zei van nou, is het niet goed, kreeg ik ook op mijn vader van mijn vader. Dus ik ben het gewend, alleen soms moet je niet zeggen dat de hele generatie niet goed is. Maar mijn eigen kinderen hebben het ook makkelijker dan vroeger. Even naar jouw voetbalcapaciteit. Je bent inderdaad, je bent kampioen geworden met Lisse in de hoofdklasse. Ja, klopt. In Lisse woon je trouwens. Ja, klopt. Daar heb je ook getraind. Wat is daar aan de hand? Hoe bedoel je nou? Waarom ben je daar weggegaan? Nou, zondag, ik had mijn oefenmeester 3 en oefenmeester 2. Terwijl ik oefenmeester 1 haalde, dat is niet helemaal gelukt vanwege mijn gezondheid. Ik heb een hartinfarct gekregen. En ik heb daarna nog een keer longkanker gehad, dus we zijn er allemaal nog. Ik mag echt wel mijn geluk prijzen dat het allemaal goed gekomen is. Dus mijn hoogste diploma is oefenmeester 2. Nou, bij Lisse speelde de zondag 2e klasse. Nou, dan heb je oefenmeester 2 genoeg. Alleen in onze regio West 2 ligt het hele voetbal, zondagvoetbal op zijn kont. We hebben nu nog maar 1 vierde klasse met 12 ploegen. Want een heleboel clubs, ook UVS werd kampioen in de hoofdklasse. Zijn gewoon naar zaterdag gegaan. Dan gaan er 3 weer weg nu. Ja, dan gaan er weer ook 3 weg. Dus straks, en ze willen gewoon, de bond wil gewoon dat de derde klasse minimaal 13 of 14 ploegen hebt. Die willen die hebben. Terwijl ze. Als je het opdeelt naar 12, dan heb je ook weer een aantal vierde klassers. Alleen ja, dat moet natuurlijk extra degradatie doen. Dat vind ik niet zo leuk. Nee. En toen hebben we ook besloten, een aantal jongens, we gaan zondag voetbal of zaterdag voetballen. Geen tweede elftal meer. En toen zeiden Lisse, ja, dan is het ook niet zeg om daar geld in te steken en eigenlijk betaalde trainen, dat soort dingen. Toen zijn ze eigenlijk gestopt met de zondagvoetbal. Dus ze hebben geen zondagvoetbal meer. Ligt dat aan de KNVB of ligt dat aan de omstandigheden van deze? Ligt het ook in de regio, want er zijn natuurlijk heel veel dorpen in die West 2. En de grote steden versnippert het ook. Dus de clubs is het steeds moeilijker om de hoofd boven water te houden. En een heleboel jeugd wil nu gewoon. Ja, die heeft toch de mentaliteit van zondag is lekker uitslapen en lekker inderdaad Formule 1 kijken. Dat bij de tweede divisie ook bijna allemaal zaterdag is. Ja, de beleving is daar veel groter. En de zaterdag gaan ze lekker voetballen. Ze nemen een biertje, kunnen ze drinken. Ze kunnen tot 7 uur in de kantine blijven. Ze nemen daar gewoon een bittergarnituurtje of een broodje. En ze gaan de start in. En s'morgens om 12 uur komen ze eruit en ze hebben een lekker weekend gehad. Ja. Die tweede divisie, wat vind je daarvan? De club die bovenaan staat kan niet promoveren. Onderaan is er allerlei ellende. Ja, het is natuurlijk leuk dat je van kan zeggen van nou, we spelen zo hoog mogelijk en we spelen onder de eerste divisie. Heb ik zelf in de hoogste klasse altijd gespeeld. Het was de hoofdklasse gewoon het hoogste. En er was ook, kon je als je wilde, mocht je
als de club kon promoveren, maar dat kon niet, want er ging niemand degraderen. Ja, het is leuk, maar ik denk dat de Lisse liever gewoon een hoofdklasse had gehad of een topklasse met gewoon alle uit de regio vandaan. Is dat veel leuker? Ja, is dat veel leuker? Leuk, want als je naar de ACV moet, of je moet inderdaad naar Hardenberg. Nou, bijna Veenendaal. Ja, daarom. En daarom. Ik denk van ja. Twee Groesbeek, ja. HAC. Je ziet ook dat belangstelling. Want toen hadden we gewoon 7 derby, dat je gewoon Scheveningen, ja, je had de Leden, je had Noordwijk, je had Rijnsburg, je had Quickboys, je had Katwijk en je had Lisse. Ja, er zat gewoon altijd 2.500 mannen. Maar nu komt er inderdaad een ACV of er komt een andere ploeg, er komt de Kazakkenboys, ja. Nou, dat wil nog wel, maar het is helaas, het is jammer gewoon. En die tijden ook, ze spelen om 17:30, dus de mensen zitten ook niet altijd te wachten om zaterdagmiddag. Dus ja, natuurlijk heb je mooie wedstrijden erbij, dus ja. Hij is meer van Lisse. Maar spelen zonder kampioen of zonder promotie, dat is toch te maken. Nee, het is alleen maar om te dat zeg je dat de beste van Nederland bent. En wat voor heel veel, ik denk misschien ook voor spelers, dat ze is dat het natuurlijk wel nu wat makkelijker geld genereert. Nu is het gewoon vrij, of nu mogen ze gewoon legaal zoveel verdienen en dat soort dingen. De hoofdklasse van zo, ja. Nou, wij betalen niet zoveel, natuurlijk allemaal heel schimmig erover gedaan. Ja, dat hebben we heel veel zwart gedaan. En dat is ook helemaal logisch, want wil je op niveau blijven, dan heb je een Quickboys gezien. Die hebben een aantal jaren niet gedaan met alleen maar 3 buitenlanders. Meer mochten er niet. En die zag er gewoon af. Die moesten ook wel meer mensen van buitenaf halen om inderdaad in het omhoog mogelijk niveau te halen. Ja, die jongens komen niet voor niks. En nu mag het gewoon. Alleen het is nu op papier en je moet zoveel contactspelers hebben. Dus voor de club is het ook steeds duurder. Het wordt steeds duurder. Ja. Het is toch voor geen enkele club leuk dat je niet kunt promoveren in die klas. Dat heb je natuurlijk bij de hoofdklasse natuurlijk ook wel, maar daar speelde je gewoon om het kampioenschap van Nederland. Dan had je inderdaad nog een competitie met de zondagclubs, een competitie met de zaterdagclubs en dan bij elkaar. En nu heb je als Katwijk nu kampioen wordt, dan is het best amateurclub. Dan zit er geen show meer aan om nog eens een keer een strijd met een andere club te hebben. Opnieuw erin. Nee, dus die je hebt met veel trainers getraind, hè? Casey Lofveld. Ja, mooi vind je. Ja, leuk. Dat is ook best een fascinante wereldfan, was dat. Zo klein was die, maar. Ja, gauw vindt. Dat was gewoon eerlijk. Weet je, dat was gewoon iemand die ook ervaring had. En dan heb je ook wat van Anne, die had ook wel, de vaardigheid om mensen te binden en mensen te praten. Wat was de leukste uit de groep? Ja, ik moet zeggen, Kees Lofveld was een hele leuke. Ik moet zeggen, ook Ted Immers was ook een wereldvent. Een hele aardige man, een heel sociale man. En die kon ons altijd wel prikkelen en motiveren. Zijn trainingen waren eigenlijk bijna hetzelfde, maar hij had gewoon inderdaad. Ja, dat was heel leuk. En daarom is het ook vaak, het ligt aan van Ted, want het was een wereldtrainer. Maar vaak bij twee clubs, na 2 jaar was hij uitgekeken bij de club. Want ze hadden op zijn oefenstoffen, maar zijn motivatie. En hij kon inderdaad mensen op scherp zetten. En hij had precies de goede feeling van, nou die moet ik een schop onder zijn hond rijden, die niet. Weet je wel, die feeling wil ik ook wel eens hebben. Want vaak ben ik bij de verkeerde, zeg ik van god. En dan zeg ik, ik had hem beter anders moeten doen. Dat jij bent techniek trainer, je vindt conditie ook belangrijk. Ja. Ben jij een teambuilder? Ja, ik vind het heel leuk om het team te doen. Ik heb vorige week ook weer een trainingskamp geweest. Dan maak ik een quiz voor ze alle weken. Heb je in Spanje toch? Nee, daar heb ik niks. Daar heb ik niet zoveel mee. Dus dat, nee. Ik ben naar Maastricht geweest, dus ik ben niet zo vliegen. Verder wilde ik niet. Dus dat moet ook wel waar. Moet allemaal kunnen eten. Nee hoor. Eentje, maar, nee, maar ik vind wel gewoon. Ik heb ook wel eens dat we met die jongens ook. Dan maken we een afspraak als we allebei het eerste en tweede winnen. Dan heb ik donders gebak mee, weet je wel, en dat soort dingen. Of een potje kaarten, willen anders een keer darten. Dan halen we pizza's in de club. Want dat is wel belangrijk, want die jongens. Ja, natuurlijk, voetbal is leuk, maar dat andere, dat je met elkaar door het vuur gaat, dat is eigenlijk nog veel belangrijker. Ja, dat is zo. En je staat nu, geloof ik, op de 6e plaats hier. Klopt. Ja, je zegt dat de eerste 4 zullen we waarschijnlijk niet halen. Maar de verschillen zijn er niet zo groot. Nee, maar. Nou ja, dat is het ook. Wij hebben voor de eerste 4 verloren. Van de eerste 4. En ja, de onderste, de middenmoot ontloopt elkaar niet zoveel. Ik zeg, wij moeten in principe met onze kwaliteiten moeten we winnen. Maar als je niet lekker in je vel speelt, dan speel je elke wedstrijd moeizaam. Maar gelukkig in de laatste weken gaat het goed. En, Je moet ook gewoon realistisch zijn. Hè? Van als je gewoon naar ons ploeg kijkt. En wij hebben allemaal goede dagen, dan zit je gewoon, dan zit je tegen de top 4 aan, dan ben je 4. De top 3 is gewoon de periode is de manier om eruit te komen. En je hebt daar een ploeg voor. Daar staan we ook goed in. En we hebben nu gewoon ook je moet ook een beetje geluk met het programma. We hebben nu inderdaad krijgen de nummer 3 nog en de nummer 4 en de nummer. We hebben zelf al 2 keer gewonnen. En we krijgen de onderste 3 nog. Dus niet dat die, want daar hebben we ook al een keer van verloren, maar dat op papier hebben we niet een Zwanenburg of een HBC, die zit niet in het rijtje nu, weet je, want die zit wel in de laatste periode, dus dat zou het moeilijk zijn. Dus het is even afwachten hoe dat loopt en de sleutelwedstrijd eigenlijk 4 februari tegen DSS.
die hebben er ook twee gewonnen. Win je die, dan doe je een groot. Dus daar geloof ik 5.8. De competitie is voor ons niet meer haalbaar. De enige wat ons echt haalbaar is, is die tweede periode. En daar richten we ons op. Je wint toch gewoon met DSS? Tuurlijk, met mijn oude club ben ik begonnen. Dus even naar de voorzitter, want die is natuurlijk dagelijks bezig, John. Je bent nu 4 jaar voorzitter, 8 jaar bestuurslid. Je bent dagelijks bezig je opvolger te zoeken, of niet? Nou, ik zelf niet. Ik kijk hier ook wel op Martijn even hier in de zaal. Of er nog zelf opvolgers zijn. Michel, zijn er ook. Ja, we zijn klaar. Je kan het opdoen. Nee, ik vind het zelf... Ik heb al ruim een half jaar geleden aangegeven dat ik het wel mooi geweest vind. Dus dat op een gegeven moment merk je bij jezelf dat de scherpte er toch wel een klein beetje vanaf is. En sommige dingen gaan me moeiteloos af. Ik kan ook eigenlijk nog heel lang blijven doen, maar ik heb ook wel het gevoel dat de club nu wel meer een nieuw elan nodig heeft. Iemand die weer met een frisse mind die taken gaat doen. En dan het zoeken daar. Ja, er zijn een paar man bezig, die hebben zich ook al gezegd van nou, wij gaan zoeken. Nou ja, het is best wel moeilijk zoeken natuurlijk. Hij moet lang haar hebben? Hij moet sowieso lang haar hebben, dus eigenlijk van 90% van de seniorenleden. Niet voetballende leden bij RCA Alaf, want die hebben wat minder. Hij moet natuurlijk lang haar hebben, moet een goede bammel hebben. Hij moet wel rechtkleed, redelijk verzorgd uit. Ik heb even gedacht dat jij het broer van Pieter de Waard was. Oh ja? Ja. Is dat zo? Ja, dat is, ik ben eerlijk gezegd niet zo'n voetbal, maar schijnt inderdaad ook... Een licht lokaal, denk ik zo. Schijnt een interessante man te zijn ook. Dat probeer ik soms ook wel te zijn. Valt in de praktijk echt tegen, maar ik probeer het wel te zijn. Hij zei drie weken geleden, Telstar speelt volgend jaar in de Eredivisie. Wat zeg jij over HBC volgend jaar? Of over Telstra? Over RCA. RCA gaat dit seizoen de tweede periode pakken. En dan gaan we glorieus. Dan gaan we ten onder in de periode. Want dan moet je top zijn. Maar als wij echt top zijn, dan kunnen wij als spelers als Eurnijssel en Sander Roos, een jonge speler als Nigel Loop, als die het op zijn heupen krijgt, dan kunnen we echt veel doen. Maar ja, dit moet... Kun je doen om die jongens te krijgen? Sorry? Wat kun je eraan doen om die jongens op zijn heupen te krijgen, dat jaar gaat lopen? Dat is ook het gevoel van dat krijgen net op het moment dat we lekker in de wedstrijd krijgen weer een goal tegen waar een fout en groot is. De jongens hebben zelfvertrouwen ook gewoon niet. We voorsprong geven heel snel weg. Dus het is ook niet dat we hebben een of twee wedstrijden wat makkelijk gewonnen. 5-1 en 3-0. Dan denk je dus te hebben. Dan scoren ze ook. Maar we hebben ook wedstrijden dat we de kansen net missen. Of dat we inderdaad zijn we iets beter. Dan worden we aan de andere kant de goal gemaakt. En dat het vertrouwen de ploeg is gewoon een beetje minder. Steven, je bent heel bescheiden. Maar als jij die medische ellende niet had gehad, was je waarschijnlijk nog veel verder gedaan. Ja, mijn ambitie waren wel veel hoger, want dan komt het gewoon... Het sneu is niet... Ik ben blij dat ik nog zit en ik heb mijn kinderen bij haar, joh, maar... Eigenlijk heb ik vroeger mijn school een beetje verwaarloosd, maar ik voetbalde gewoon. Ja, dat is weer niet inderdaad, dus... ik had een heel leuk lijstje, maar ik ben toch... proces en milieutechniek, dat soort dingen, maar ik ben gewoon... op kantoor geëindigd, helemaal prima, want ik heb het hartstikke naar mijn zin kunnen werken, maar... Mijn ambitie lag wel inderdaad, oefenmeester 1 en... De oefenmeester 2 had gedaan, wilde ik ook gelijk door naar oefenmeester 1. Alleen toen had de bond van, ja, je moet eerst ervaring op doen. Dan ben ik inderdaad in de tweede klasse gekomen, 7 over. Ja, ja. En het jammer was dat bijvoorbeeld een Nick Oosterlee, die kende onze vriend Kees Jansma. En die had zijn borst ook geen ervaring, maar die mocht wel door, omdat hij gewoon een kruiwagentje op de juiste plek had. En dat is wel jammer. Die doet het hartstikke goed, perfect. We hebben dezelfde opleiding gehad, een beetje dezelfde cijfers gehad, alleen de 3-7 over naar de tweede klasse. Toen leerde ik mijn vrouw kennen, kreeg een kleine en ik kreeg een hartinfarct, dus toen was het even een beetje druk. Maar je hebt er 3 gehad? Nee, ik heb er wel 2 gehad. Ik heb 1 keer een hartinfarct gehad, toen heb ik 6 jaar later met longkanker geconstateerd. Toen hebben ze mijn rechter long weggesneden, alleen ik had wel het geluk dat ik geen chemo en geen bestraling heb gehad. Dus ik was gewoon helemaal schoon, ik heb er ook geen last meer van. Ja, last van, ik heb natuurlijk mijn conditie een stuk minder, of een aardig stuk minder. En 2 jaar geleden moest ik controle en zei nou, voor de zekerheid nog maar eventjes een dottertje doorheen en dan is het ook weer een beetje opgelucht. Maar mijn humor is er niet van weggegaan, het gaat nog goed en ik leef er nog van, ik ben ook niet angstig. Maar het is in de voetballerij 400 doden per jaar in het voetbal. Ja. Die vallen zomaar neer. Dat is afschuwelijk. Ja, ik weet het, het is natuurlijk al een beetje... Omstaat had je het ook, Nico Rijn is natuurlijk ook dat soort dingen gebeurd. Het is natuurlijk wel een beetje dat het
Kijk, als je ziet hoeveel voetballen. En er gebeurt ook op kantoren, heb ik ook mensen neervallen, dat soort dingen. Dus kijk, dat een aantal voetballers zijn, het wordt het hoor. Er zijn nog heel veel mensen dood. Hè. Daarom. Veel, maar, voetballen. Je denkt dat je gezond bent, maar dat is niet altijd zo. Nee, precies. En er is dus een cardioloog bij het NOC-NSF die wil de sportkeuring terughalen. Ja, maar dat is in ieder geval iets, maar daar doe je het ook niet mee. Nee, nee. Want als je nu een ECG maakt en je loopt de deur uit, kun je dood neervallen. Dat zegt niks, dat kan dat helemaal goed zijn. Ja. Want zeg maar, heel mooi, die hebt het over dagkoers. Van de ene keer kan het zo zijn en de andere keer. Het is gewoon zo. Het is maar wat doen jullie bij RCH, vooral met je selectie, aan medische begeleiding? Aan, hoe gaat dat? Nou, kijk, wat we zelf doen is gewoon, vind ik zelf, dat ik in de voorbereiding, zodat de jongens op conditie zijn, want dat is natuurlijk de basis. Wil jij wedstrijden spelen, moet je eerst op conditie zijn, dus dan hou ik je bescherming. We hebben ook wat langer getraind dan gedaan. We hebben een fysiotherapeut inderdaad op het medische gedoe, maar inderdaad, intern kan je daar niet op kijken. Dat kost zoveel, dan moet je inderdaad gewoon een profclub zijn. En dan wil ik ook zeggen of ze dat allemaal doen. Maar hebben jullie ook wel voldoende faciliteiten op de club? Dat als er wat gebeurt, dat ja, er wat mee is. Als er wat gebeurt, dan is het wel altijd afhankelijk. Is er iemand bij? Hè? Dat is wel van belang. Doet hij dan de goede dingen? Ja. Ik hou zelf één keer per jaar hou ik een herhalingsoefening bij RCA. En dan wordt AED gebruikt. Ja. Een van onze Edwin Rovers, die werkt in de ambulance dienst, een mooie man. Die komt dan één keer per jaar, geeft hij gewoon zijn training. Ja. Maar ja, je moet allemaal een beetje geluk hebben. Ik weet er alles van, maar je moet altijd een beetje geluk hebben. Jij hebt een driearts zelfstandig. Ja, je zit lekker stil aan tafel. Ja, ik doe nog alles. Ik heb al de hardlopen even volgen. We zijn een goud ons eigen risico weg. Dus binnen 2 maanden zijn we risico weg. Dus we zijn eigenlijk slechter voor de verzekering. Dus ik wil alleen maar zeggen, je kan pech hebben in je leven. Ja. Je had het over die 400. Ja, die hebben tot op zekere hoogte een stukje pech in hun leven. Je kan ook geluk hebben. En ik heb geluk gehad. Je kan bijvoorbeeld trainers verplichten om de cursus te doen ieder jaar. Want die zijn er altijd bij. Ja, en dan kunnen dingen als gebeurd zijn niet. Ja, nee, dat is het. Onze zorg is ook bij. Ik kan wel zeggen, dat doen we bij ons ook niet. Het is bij ons allemaal wel een vrijwilligheidsbaas. Maar ik heb er wel 15 tot 20 man die gewoon zo'n training doen. Ja. En je moet je wel voorstellen dat er gemiddeld wel altijd mensen zijn die komen kijken. Hè. En dan is snel acteren. Ik denk we zitten in Heemstede. Ik denk dat gemiddeld als er iets gebeurt en er is iemand bij, dan is het heel snel. Dus, want dat is van belang. Dat er heel snel, een ambulance is. Ja. En voor de rest moet je eigenlijk alleen maar proberen te pompen. Ja. Hè? Dus dat is het belangrijkste. En als dan binnen 10 minuten uiterlijk een ambulance is, dan ben je een eind. Dus maar het is toch een sportprogramma eigenlijk. Ja. Nee, maar het is wel. Je hebt hier 2 mannen aan tafel die echt wel wat hebben meegemaakt. En wij zijn allemaal blij dat we nog. Zijn. Nou ja, deze meneer hier. Nee, daarvoor. Dus die is echt dood geweest. Droom, droom. Wat heb jij nou een griepje gehad? Jongens, hartstikke bedankt. Ja, zo is het helemaal goed. Het was een heerlijk programma. Ja, dank je wel. Nou, heel leuk om te zeggen. En heel veel succes. Periode. Zo is het. Dames en heren, hartelijk dank voor het kijken. Graag tot de volgende keer voor 023 Voetbal.